En ik heb vandaag niet één, niet twee, maar drie. Wij zijn weer thuis. En ik heb post. Wil jij hem openmaken, Sarah? En ik heb een pakketje. Die wil ik ook eigenlijk ergens anders. En die ook. Dus ik ben wel een beetje trots op mezelf. Het is woensdag. En ik heb vandaag niet één, niet twee, maar drie kinderen om naar school te brengen. Maar die belden me vanochtend aan bed. Want Luc en Lisa gaan normaal naar oma. 'S Ochtends, maar oma is ziek. Dus of ze naar mij konden. Dus helemaal gezellig. Dus het is hier een vrolijke boel. Kinders, gaan jullie je schoentjes aandoen? Of van je jassen, schoenen hebben jullie al. Alleen Sarah mag de schoenen wel. Nee hoor. Heb je je schoenen ook aan? Nou, jasjes dan. Kunnen we gaan? Het is ook echt gewoon gelijk keihard winter. Het is gewoon niet leuk om zo koud. Maar goed, gelijk even thee, uiteraard. En mijn grote vriend doet zijn werk, maar hij maakt zoveel herrie. Dan probeer ik hem aan te zetten als ik dan de deur uit ben. Het scheelt wel echt. En nu ga ik me even bezighouden. Ik heb nog wat kerstspullen die weggaan. Ik heb het net uitgezocht. Oh, en ik heb ook daar een gouden slinger hangen. Al vind ik hem nog niet goed hangen. En dit gaat allemaal weg. Dus even uitzoeken en even kijken wat het allemaal is. Maar dit zijn niet de juiste kleuren. Dus... Stop met een TikTok in mijn hand. Ik ben heel de tijd bezig geweest. Ik heb ook een paar... geheime projectjes. Eén is een verrassing voor Sarah zaterdag. Dat kan ik nu vertellen. Want dit komt toch pas na zaterdag online. En nog een ander project. Maar daar kan ik echt niks over zeggen. Dus daar ben ik ook best wel even mee bezig. En nu is het alweer tijd om naar school te gaan. Dus ik ga mijn grote vriend weer aanzetten. En snel de fiets op. En het is zo koud. Dus ik wil eigenlijk echt de fiets niet op. Maar goed. Wij zijn weer thuis. En ik heb post. Wil jij hem openmaken, Sarah? Je was toch zo nieuwsgierig? Kom maar. Ik zoek jou even. Dan maak ik hem open, hoor. Oh. Ja, dat heb ik ook van op de fiets, hè? Ja. Gaat dat lukken zo? Scheur hem maar aan de zijkant. Als het goed is, is wat erin zit absoluut niet breekbaar. Dat niet beschadigen. Waar ben je nou hier? Dat niet. Dat niet. We doen zo. Ja. Ik gooi het toch zo weg. En zet dat. Of scheurt papier in, maar. Zie je dat? Lukt dat? Nou, hoe krijgen wij een pakje open? Oh. Wacht. Zo. Hier is die open. Ja. Ja, dat is de pakbon. Daar heb je niks aan, schat. Kan je er nou nog niet in? Maak hem open, maak hem open. Het is heel cool, zoals het goed is. Naantje. Voor in de kerstboom. Zullen die dit nou? Nee. Ja, die score. Kijk. Deze besteld. Die vond ik zo leuk van de kerstboom. Oh, kijk, daar ben ik. Kijk. Je werkt tegen... Daar ben ik. Gaan we eerst een mooi plekje zoeken waar die tot zijn recht komt. En waar die nog een beetje ruimte heeft en waar we hem goed zien. Die vind ik wel te veel naast die vogel hangen. Zo? Nee, ik heb wel een idee. Ik hang deze wel iets meer opzij. Dan kan je hem hier hangen. En dan hang ik deze iets meer hier, denk ik, of zo. Of even kijken. Want die is natuurlijk wel heel mooi, de nijn. We hebben een ding met nijntje. We hebben natuurlijk ook daar de nijntje staan. En dan nu tijd voor de kerstkalenders. Oh, jij wil eerst? Heb je een nummertje al gevonden? Ja. Hoeveelste is het dan? Het is de 9e. Is het de 9e? 8e. Voor mij is het de 8e. Oh. Even kijken.
Oh, er is geen cadeautje in. En 7, deze heb ik ook. Dit is de 8e, toch? 8, 19, 11. Nee, het is wel de 9e. Nou ga ik helemaal twijfelen. Kijken. Ja, het is wel de 9e. Sorry, je hebt gelijk. Af en toe raak ik de dagen een beetje kwijt. Oh. Nou, kom maar. Haal ik er weer één uit. Zit er geen. We hebben alle chocolaatjes er al stiekem uitgepikt. Nee. Ik zat iets te veel, maar ik heb geen idee waar ik naar richtte. Kijkt u eens, alstublieft. Ja. En dan gaan we hier de 9 zoeken. Waar is de 9? Oh, je hebt hem al gevonden. Maak hem maar open, voorzichtig. Een badbandje. Oh, nee, een badspons. Een badspons. Een lekker roze. Oh, doe hem erin en dan weer eruit. Hebben we een soort achternaam opengemaakt? Ja. Ja? Waar is 8 dan? Oh ja, die hadden we wel open. Maar dit is een kleintje. Dat waren parels, hè? Dat is wel heel leuk. Dat was parels. Ja. Oh, daarom mis ik hem. Omdat daar was ik gisteren niet helemaal bij. En nu gaan wij kerstkaartjes schrijven. En dan schrijf ik de enveloppen en Sarah de kaarten. Dat is leuk, hè? Ja. Even wachten. Dan leg ze maar om en om. Kijk, dan doe je een envelop. En dan leg je er een kaart op. En dan weer een envelop. En een kaartje op. Zo, want die verpakkingen doe ik gelijk weg. Want ik had al pas allemaal kaartjes gekocht. En ik heb nog wat andere kaarten die ik allemaal over heb. Dus mag op één stapel, schat. Kijk, gewoon zo. Ja. Dan kunnen we... Dat was een ik. Deze. Nou, we hebben hier nog meer. Kom. Nee, ik ga niet meer doen. Ja, maar schat, anders hebben we toch niet genoeg kaartjes. Oh, ik heb hier envelopjes nodig. Nee, kijk, hieronder liggen toch envelopjes. Ah, dit is zo leuk. Dat is zo schattig dat Gerra zelf de kaartjes schrijft. Super cute. Kerstkaartjes zijn geschreven en... Oh, ik wil de deken over me heen, daar sla ik de camera. We gaan nu een film kijken. En hij heet Death Christmas, A Gift in Your Heart. Oh, nou, ik dacht dat hij Jingle Jangle A Christmas Journey heette. Nee, zo heet hij niet. Die wilde Sarah al een tijdje kijken. En Job, dat was ik heb hem gezet, hè? Nee, samen. We hebben er samen in gezet. Oké, we gaan nu kijken. En we hebben precies mooi tijd om een filmpje te kijken voordat ik moet gaan koken. Ik voel me vrij. Sarah ligt op bed. Marco is ook nog even de deur uit. En ik heb een pakketje. Ik denk dat dit best wel een goede hoek is. Alleen mijn licht is niet zo optimaal. Het is een stomme instelling. Ik leer echt in 30 pakketten om te winnen. Maar goed. Ik denk dat het daar gaat moeilijk open. Ik heb ook geen idee wat er nu binnenkomt. Oh. Ik denk een hele grote doos. Er komt echt zo'n klein doosje weer uit. Er staat wel een naam op, maar ik heb meerdere dingen besteld. En ik weet dus niet welke hier eruit komt. Dus dit is voor mij net zoveel verrassing. Oh, deze. Oh, leuk. Die had ik nog niet verwacht eigenlijk. Deze is ook voor de kerst. Ik weet niet of de batterij al in zit. Ja, kijk. Ik wilde wat meer verlichting met dat goud en zwart. Ik zal hem even uitzetten. Ik denk dat ik hem dan beter kan laten zien. De houder is dus zwart, dit en dit. En het kerstboompje is dan goud. En als je hem aanzet, dan is die dus zo. Dit is wel echt top, want hij geeft best wel veel licht. Ga ik hem gelijk even een leuk plekje geven. Maar waar gaan we hem zetten? Daar ben ik dan nog niet uit. Zo leuk als je dan al die kerstlampjes aan hebt. Dat je dan meer je gewone licht ook uit kan zetten. Misschien dat ik hem hier ergens zet. Even kijken hoe ik dat wil doen. Want dan ga ik ook eens kijken als ik dan... even voor nu. Als ik dan gewoon alleen mijn kerstverlichting aanzet. Hoeveel licht ik dan heb in huis. Waarschijnlijk sowieso te donker om te filmen. Maar... Deze wil ik ook elke keer aanzetten. Die wil ik ook eigenlijk ergens anders. En die ook. Kijk, die staat al aan. Dan
deze ook even uit. Dan kan ik wel mijn kaarsje op tafel branden. Even de aansteker. Die aan. Oh, even als licht uit. Ik loop een beetje skip zonder kop heen en weer. Kijk, voor jullie is het heel donker, maar het valt nu in het echt wel reuze mee. Het is helemaal niet zo heel donker eigenlijk. Deze ook aan. Nou ja, jullie zien helemaal niks meer zo. Maar ja, er is toch best wel veel licht. Die geeft trouwens echt, echt waanzinnig veel licht. Het ziet er wel heel gezellig uit zo. Wij gaan weer de nozen verder kijken. En ik zit helemaal in. Ik vind het echt wel een leuke serie. Dit had jij wel gezien trouwens, toch? Dit seizoen. We beginnen er net aan seizoen 2. Het is echt een goede serie. En ik ga weer redelijk op tijd naar mijn bed. Dus ik ben wel een beetje trots op mezelf. En ik wil nog even snel de vlog afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!